Je hebt geen Netflix? Wat ben je voor barbaar? Shunned by his kin, an illager wanders the land, seeking a new home. But all he found was hatred. Driven by rage against those who wronged him, he wandered blind to whatever end. Until at long last, the illager found. Maak een geintje, Luc. Jezus, man. Maar dan kunnen we best toernooi verwachten. Nou, ik heb al een aantal leuke linkjes gelegd hier links en rechts. Ik denk dat het best wel tof kan worden, maar ik heb nog geen vaste datum. Het zal ergens in juni moeten zijn, let's go champ. Life finds a way, yeah. Always. Corrupted by evil, driven by vengeance, the arch illager made all bow before him. And if they did not bow, they would fall. Ben benieuwd of dit vet is. Wie denkt dat het vet is? Who would have the valor, the purity of heart to stand against the arch illager's reign of terror? Well, not that one. Me! You? Yes! Precies wat ik zei! Me! Oh, 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 oh. Ja, onnavolgbaar, dat is waar ik voor streef. Oké, okay, we gaan een Minecraft-mannetje maken. Nee, niet iemand met paars haar. Dat zei ik niet. Kijk, een olifant! Dankjewel, dankjewel. Welkom, welkom. En wauw, gewoon een sub meteen. Thanks man. Appreciate it. Welkom, welkom. Even kijken. Dit ben ik. Dit ben ik. Dit ben ik. Ja, dat gaat hem worden. Dat gaat hem worden. Oeh. Ga je mijn hier ook nog checken? Volgens mij moet ik het checken. Daar heb ik echt totaal geen zin in. Even kijken. Connect to more controllers to play local multiplayer. Local multiplayer is altijd tof. Ik ben blij dat het erin zit. Is niet altijd tof, maar ik zeg maar gewoon wat. Online game? Offline game. Eerst een offline game. Misschien straks online, maar eerst offline. Want ik weet toch niet met wie je kan spelen. Volgens mij is de game nog niet uit. Volgens mij kwam die dinsdag uit of zo. Traveling to Squid Coast. The village is burning. No doubt this is the work of the evil arch illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. Wat vinden jullie van mijn Minecraft dorp? This is a time for heroes like hier heb ik honderden uren in gestoken. The villagers have need of you. Ja, nou, dat is toch heerlijk. Weet je hoeveel van die mensen die je hebt kijken niet kopen, Luc? Au, kijk hoe vet het eruit ziet. Dit is wel irritant trouwens. Kijk, als ik loop, dan verandert alles in, zie je onderin, in Xbox buttons. Maar zodra ik letterlijk al loslaat, de thumbstick, dan gaat alles naar PC configuratie. Oké, dit is heel irritant. Ik kan ook letterlijk niet naar beneden scrollen. Oké, settings. Oké, even kijken. Dit moeten we... Kan ik hem op standaard controller zetten? Het werkt niet eens. Moet ik dit met muis en toetsenbord nu gaan spelen? Dat wil ik helemaal niet. Game. Nee. Huh? Wacht even. Smart bind. Misschien moet dat uit dan of zo. Nee. Dat wil ik ook niet. Kijk, lekker olifant. Lekker, man. Ik weet het niet, man. Zou dat het zijn? Oh, misschien. Er ligt wel een kabeltje langs mijn toetsenbord. Misschien dat hij dat iets... Ja, ja. Nu lijkt hij goed te werken. Cool. Ik denk dat er dat kabeltje iets indrukt op mijn toetsenbord. Ik denk dat dat het was. Oké.
Nee, ik heb mijn toetsenbord echt helemaal uit elkaar gehaald, jongens. En met een tandenborstel, een oude tandenborstel, elk fucking dingetje afgegaan van mijn toetsenbord. En hij werkt weer voortreffelijk. Hij klikt zelfs ook weer lekker. Maar hij klikt toch linker thumbstick? Oh, lopen bedoelt hij gewoon. Het ziet er wel vet uit, hoor. Oké, hoe vecht ik? Oh, zo. Your sword is effective in close combat. Use it to defeat the zombie. Oké, dat hebben we gedaan. Ik moet zeggen, de graphics spreken me echt enorm aan. Het ziet er echt heel cool uit. Ik vind deze stijl goed werken. Maar gewoon dat is the first sight, weet je wel? Ik hoop alleen dat het ook nog wel wat moeilijker wordt. Shoot the skeleton guard. Hoe? Range detect need arrow. Pick up the arrow bundle to get some ammunition. Waar is de arrow bundle? Oh, daar. Pick up. En dan? Oh, daar. Oh, sick! Nou, ik verwacht niet dat het mijn tweede Platinum game gaat worden, maar... Het werkt prima zo. De chips weten bij mijn PC is nooit een probleem. Het is bij mij altijd bier. Ik heb nu al 3 keer of 4 keer in een livestream bier over mijn computer of over mijn fucking toetsenbord heen geflikkerd. Mam. Vergeet de hidden chest niet. Ja, maar ik weet toch niet waar die is. Anders zou die ook niet echt hidden zijn, toch? De game, er zitten een paar stutters in. Even kijken. Borderless window, misschien is dat gewoon het hele probleem. Fanciest. Tuurlijk fanciest. Ik ben een fancy motherfucker. Even kijken. Kan je niet bier met een rietje drinken dan? Ja, ik zat er ook aan na te denken. Of zo'n helm. Weet je wel, waar 2 van die blikken in passen. Oh. Zo'n Amerikaanse helm. Nee, dit is ook super zonde. Bread en arrows. Ja, nu draait hij zonder stottering. Oké, hoe komen we daar beneden? Ik ben echt weggeblazen door de grafische stijl. Het spreekt mij heel erg aan. Draait hij ook een beetje soepel op stream? Want ik zie in de preview window dat hij wel wat hapert, maar... Dat betekent niet altijd dat het ook zo is in stream. Survive the ambush. Oké. Okay. Enchantment point earned. Oké. Okay. Every level up gives you an enchantment point, which are used to upgrade items. Open the inventory to try it out. Oké. Okay. Select an item of your gear that you want to enchant. Mijn. Ja, dat wil ik. Enchant hem. Oeh. Oké, dus die heb ik enchant. Kan dat bij deze ook? Nee. Want ik heb geen enchant. Oké, cool. Snap het. Mijn stoel is volgens mij kapot, jongens. Of ik weet niet of dat te fix is, maar... Kijk, hij blijft nu op een bepaalde hoogte. Maar het kan soms zijn als ik iets naar achter zit of iets dergelijks. Dan zakt hij heel langzaam naar beneden. Guttepier de Minecraft Edition. Hele vette verhalen over Guttepier trouwens. You just picked up an artifact. Open the inventory to equip it. Oké, equip the artifact. Pick up the firework arrows and in the artifact category to equip them. Oké. Okay. And puts firework arrow into your quiver. The arrow explodes on hit. Oké. Okay. You can use it whenever you want. Okay, X. X is die. Laten we dat doen dan. Ja.
Ja, dus ik weet niet of die... Ik vind gamingstoelen helemaal niet druk. Ik vind deze die ik nu heb... Ik heb hem nu iets meer dan 2 jaar, denk ik. Fucking fantastisch. Hij zit echt heerlijk. Ik zou niet op geen andere manier willen gamen. Dit is Diablo, de Minecraft Edition. Ja, maar ik ben benieuwd of Minecraft... nieuwe innoverende dingen gaat doen binnen dit genre. Weet je, Minecraft zelf als game aan zich, het is niet mijn type game, maar doet wel hele bijzondere dingen natuurlijk. We were too late to rescue the villagers, but don't fret. They're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Hoe bedoel je, Luc? Waar niet aan mij mocht doen? Nee, ik hoop dus niet dat het een soort Lego game is erop staan, want ik vind bijvoorbeeld die Lego Star Wars game vind ik echt te saai voor woorden, man. Dit vind ik echt niet leuk. Lootboxes! A fishing rod, the trusted companion of any true adventurer. The fishing rod is useful for more than just fishing. Mission select, oké. Okay. Oeh. We hebben Squid Ghost hebben we dus gedaan. Deze zijn allemaal nog locked. Oh, kijk hoe mooi deze map er ook uitziet, man. Ja, daar was ik nog bij. Oh, die stoel. Nee, weet dat, ik ben heel erg tevreden over mijn stoel, maar ik weet niet of dat iets is wat ik kan fixen. Maar ik krijg gewoon last van mijn reet na een paar uurtjes. Maar dat kan ook gewoon aan jezelf liggen, hè? Of heb je dat toevallig alleen bij die stoel? Ik heb hem gekregen, Kevin, dus ik verwacht van niet eigenlijk. Transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan. Ja, maar vaak ook 10 keer duurder, Wappert. Dan een gratis stoel. Free the villager. Oké. Okay. Zijn er nou ook secrets? Dat moet haast wel, toch? Daar ga ik wel een beetje vanuit. Oh shit, dat is een grote man. Fuck. Wat doen deze paddenstoelen? Behalve mooie muziek maken. De game zit in Game Pass, ja. Je kan hem nu al installeren zodat je hem de 26e gelijk kan spelen. Oh, 26e komt hij uit? Ik denk dat het best wel leuk is. Ook voor, zeker voor kids, dat sowieso. Maar als er ook nog wat diepgang in zit om dit gewoon met je vrienden te spelen, co-op. Nog meer grote motherfuckers. En dit zijn denk ik ook hele goede vader-zoon games, weet je wel. Hé, hey, lag hier nou iets? Oh nee. Oh, gisteren jongens, die stream van Buster. Ga terugkijken, hij staat natuurlijk gewoon nog op Twitch. Maar de eerste bierproeverij, de Slockdown stream, was echt fucking gruwelijk. Echt fucking gruwelijk. Oh my god, dat ben ik goed. Ik heb hem bevrijd. Waar zijn de chests? Ja, sowieso, hij staat op Game Pass, jongens. Dus dat is altijd mooi. Dat is altijd mooi meegenomen. Oh shit, het lijkt op een stormtrooper, joh. Het moet een skelet zijn, denk ik, maar... Pick up. Ja. Yeah. Ik vond hem op een stormtrooper lijken. Zou er hier iets zijn? Ik wil natuurlijk altijd doorlopen. Weet je waar het ook een beetje lijkt? Randall, dankjewel voor die follow. Kijk die Frogger game op iOS? Ik ben even... Crossy Road heet het. Het lijkt precies op Crossy Road, deze graphics zo.
Ook vanuit het isometrische oogpunt. Het lijkt precies op Crossy Roads. Ja, was een mooie avond, man. Oeh, you picked up a sword. Zie, ik wist wel dat het een goede keuze was om deze kant op te gaan. Hoe, oh ja, inventory, hier. Ik denk dat deze beter is dan mijn zwaard. Ja, zeker weten. Kijk, bam. Dik zwaard ook, joh. Hey, waar is mijn fishing rod gebleven? Oh, dat is een artifact. Daar. Oké, okay, enchanted. Ja, die is dan weer niet enchanted, hè? Kan ik dat doen? Nee. Maar dat maakt niet uit. Kunnen we een enchantment droppen, denk je? Als ik hem salvage nu. Ja, ik zie. Dan krijg je dus een enchantment shit terug. Cool, dat is goed om te weten. We hoeven ook niet zo aan onze huidige gear te blijven klingen. Vuurwerk shit is wel nice hoor. Wat gebeurt er hier? Exploration. Of niet? Is het... Wat is hier? Ja, hier moet ik helemaal niet zijn, maar... Ik wilde het toch even ontdekken. Kan ik hier überhaupt wel iets... Creepy crypt! Oh shit! Oké, Oké, dit is cool. Kijk! En een axe. Oh, gruwelijk. Zie, en daar kwam die vuurwerk artefact wel goed van passen. Wie is Buster? Serieus? Dude! Buster is een household name in deze stream, man. Het is de man waar ik al mijn bierkennis vandaan haal. En interessant kan doen op verjaardagen en shit. Oh, 12 juni, de Five Bloods, jongens. Oh. Zoveel zin in. Een appel. An apple a day keeps the doctor away. Oké, volgens mij hoef ik ook niet echt zuinig te doen met die arrows, want ik heb er echt fucking veel. Ik zou nu nog even wachten, Chrisje. Ja, we verwachten eigenlijk dat er binnenkort... Oké, wat doe ik met die TNT op mijn hoofd? We verwachten eigenlijk dat er binnenkort een nieuwe generatie console of kaarten gaat worden aangekondigd. Misschien gaat het dan goedkoop worden. Oké, waar de fuck moeten we heen? Oh, je hebt gewoon... Je kan echt gewoon heel veel kanten op een chest vinden en... Oké. Maar waarom heb ik TNT op mijn hoofd? Dat wil ik niet. What the fuck is dat voor een wandelende penis? Kan je dit al spelen? Nee, dit is de review versie. Ik speel hem voor de review van GameKings.tv. Oh shit. Explodes when thrown, damage area in his... Oké, maar hoe gooi je dit dan? Hey, zie, dat is kut. Zo gooi je het helemaal niet. Oh shit! Oké, we weten nu in ieder geval hoe het werkt. Zie je, al doende leer, man. Even kijken, kan de game moeilijker? Nou, misschien zitten we nog helemaal op het begin. Dat kan natuurlijk ook. Ik vind het best wel leuk. Alleen de battles zijn nog niet echt uitdagend. Maar ja, oké. Misschien moet ik ook niet overdrijven. Misschien zitten we nog in het tutorial gedeelte. Maar hoe komen we nu daarboven? Dat is een beetje de vraag. Want hier is... hoe pakt die map ook weer erbij?
Oké, we moeten denk ik gewoon die kant op. En dan hier omhoog. Als dat lukt. Oh, daar is een brug. Oh my god, wat heb ik gedaan? Ik had nooit terug moeten lopen. Ik had nooit op mezelf moeten gaan verkennen. Oh, oh my god. Jesus. Misschien als we helemaal naar achter lopen. En dan daar naar beneden gaan. Kunnen we daar boven op die brug. Het komt op Game Pass. Ja, zeker weten. Nee, dat zou ik niet doen inderdaad. Althans, dan ben je een beetje een dief van je eigen portemonnee als je on the verge van een nieuwe kaartenlaunch een oude gaat halen. Kijk, hier moeten we dan heen, denk ik. Oké. Oh fuck, ik heb de artifact niet meer. Nu geven ze de TNT. Nu alles en iedereen al dood is. De muziek had wat epischer gemogen, wat mij betreft. Hier, stik er maar in. Oh shit! Dat had ik niet verwacht, dat als je fucking een schaap doodslaat, dat je een armor krijgt. Die zag ik niet aankomen. Ik ben eigenlijk benieuwd, wat vind jij tegenwoordig van de AMD? Ja, qua processoren echt fucking fantastisch. Qua GPU's, ik heb er geen ervaring mee, dus... Ik zou het je niet kunnen zeggen. Onze grote vriend Steven die heeft er wel ervaring mee. En die is er niet heel erg tevreden over. Hij zegt dat er veel driver issues zijn. Ik weet niet of dat zo is. Ik heb het zelf niet meegemaakt, dus ik ga uit van zijn ervaringen. Maar dude, ik vond het een beetje zielig voor dat schaapje hoor. Ik dacht gewoon ja... Even kijken of het kan. Can you kill the sheep? Yes, you can. Maar oké, we gaan even dit huis in. Okay, supplies. Supplies, motherfucker. Ah, dat is ook een beetje Zelda. Potten kapot slaan in huizen. Geen laadtijden, dat is mooi. Oh shit, what the fuck is dat? Wolf armor! Oh shit, 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 shit. Ik zit vast. Wolf armor. Dat klinkt interessant. Kijk dan. Gruwelijk. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Ah, dit is de vreedste game die ik ooit heb gespeeld. Ik krijg zo snel vrede shit. Ik mis alleen muziek. Ben ik de enige die dat vindt? Want er is wel muziek, maar niet echt inspirerende Dungeons & Dragons muziek die ik hierbij had verwacht. Het ziet er zeker vet uit, ja. Ja, absoluut. Die stijl, daar ben ik wel verliefd op. Waar ik Minecraft zelf, of het algemeen, vaak nog iets te steriel vind, dat is hier absoluut niet aanwezig. En Minecraft RTX, die lost dat natuurlijk ook voor een groot gedeelte op. Hier, nog een X. Vindt Kevin alles leuk? Nee, toch? Xbox vindt hij niet leuk. Star Wars vindt hij niet leuk. Vraag zijn mening maar eens naar Star Wars Battlefront 2.
Ik wilde eigenlijk Star Wars Battlefront 2 voor deze stream spelen. Maar ik was even vergeten dat ik deze natuurlijk ook nog moest checken. Niet vervelend hoor, want ik wilde hem graag checken. Komt hij ook voor de Switch? Volgens mij in eerste instantie niet, maar ik zou het zeker geen slechte Switch game vinden. Ze moedigen je gewoon aan om alle beesten in je omgeving te killen. Dat vind ik niet cool. Ik krijg nu geen dingen meer. The Force will be with you. Hey Kenzie! Oh, pick a piper, dat was lekker jongen. Dat was gisteren gezellig hè, bij Armor Buster. Dankjewel voor je resub, jongen. Even kijken. Oh, oh. Oké, ik moet niet te veel afdwalen, want dan raken we weer verdwaald. Moeten er nog 2 villagers moeten we gaan bevrijden. Even kijken, hoe loopt hij? Hij loopt zo. Oké, cool. Ik vind de pijlenboog vind ik wel nice, hoor. Ja, het ziet er leuk uit toch, Kenzie? Heel heerlijk, man. Ik denk dat mensen niet gelijk dachten dat dit een typische game van mij is, maar ik heb erom gesmeekt bij GameKings. Nou, gesmeekt. Ik heb goed aangegeven van deze game wil ik gaan checken. En ik was kennelijk de enige. Dus ik ga hem checken. En volgens mij gaat Daan hem later deze week ook doen. Zodat we een review kunnen doen uiteraard. Maar ik vind het best wel tof. Ik weet het niet, ik heb geen RTX kaart, dus ik kan het niet voor je checken. Maar Google is je vriend, dus ik denk dat vast wel ergens te vinden is. Minecraft RTX ziet er namelijk wel echt insane uit. Als ik zie hoeveel speelbare elementen hier in beeld zijn, dan tankt dat de FPS wel meteen natuurlijk. Ja, en er zit local co-op in, Ken. Dat vind ik wel heel nice. Weet je, dat is gewoon die oldschool vibe. Gewoon lekker couch co-op spelen. Oh, collateral damage. Find the exit. Oké, we zijn nu alleen nog maar bezig met de exit vinden. Kijk, maar het helpt dus wel om gewoon even wat rond te lopen. En te ontdekken. Zie, want je wordt beloond. Jouw curiositeit, jouw nieuwsgierigheid wordt beloond. Dus dat vind ik cool. Heel belangrijk in een game. Anders heb ik altijd het idee dat je gewoon een on-rails ervaring aan het spelen bent. Wat doet deze? Oh, Jezus. Kijk. Hoe maakt dat sens? Ik steek een koe neer en ik krijg een appel terug. Had dan een biefstuk gedropt of zo. Dat snap ik nog. Ik had vroeger een Radeon HD 7870. Was echt een hele toffe GPU destijds. Ja, ik heb echt volgens mij 1 keer in mijn leven ooit een AMD GPU gehad. En dat was echt heel erg lang geleden. Echt heel erg lang geleden. Ik zou niet eens meer weten wanneer. Oké, dus als je deze kok en bals gewoon vlak voordat die bij je is gewoon neersteekt, dan is die ongevaarlijk. Level up. Enchantment point earned. Ik denk dat we die gaan opsparen voor het zwaard. Wat is dit voor een game? Dude, Minecraft Dungeons. Vanochtend schoot ik een das neer met pijlenboog en Red Dead Redemption 2 kreeg 6 revolver bullets terug. Maar daarvan zou je nog kunnen zeggen dat zijn revolver bullets die in die fucking das zijn geschoten. Niet door jou, maar misschien door een andere cowboy.
Ja, ik hoor goede verhalen wel over die 5700 XT. Alleen, ja, Steven was er niet zo heel erg positief over. Death Cap Mushroom. Eaten by daring warriors before battle. The Death Cap Mushroom drives fighters into a frenzy. Oké, cool. Mission select. You found a chest with 50 emeralds. The blacksmith. Get a random piece of gear appropriate for your level. Nou, laten we dat doen. Crafted in the blackest depths of the Fury Forge and enchanted with Fury powers, the Firebrand. Cool, dankjewel. Gaan we heel even kijken. Ziet er goed uit. Ik ga hem equippen. Deze ga ik meteen salvagen. Deze ook. Gaan we mission select doen. De Creepy Crypt. Die hadden we toch al gedaan? Waarom staat die erbij? We gaan naar de Soggy Swamp. Heel vet. Start mission. Dit spel komt de 26e uit. Do It Soul. Red Dead Redemption 2 was echt mijn game van 2019. Mijn nummer 1 game, hè. Besef dat. A coven of wicked witches live at the heart of the sinister swamp. They conjure up all manner of brews to empower the Arch Illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat those witches, ja, wat dan? The Illagers will be unstoppable. Nou, oké, vrij dan. Tread carefully. Is goed. The swamp is home to many horrors. We zijn well equipped. Ik maak me geen zorgen. Bij het kiezen van de missie? Oké, dan moeten we dan even volgende keer proberen. Want inderdaad, ik vind het tof, maar ik vind het net iets te makkelijk. Maar het is best wel vet als je echt grote hordes vijanden op je af hebt. Dat je bijvoorbeeld even die enchanted bow gebruikt één keertje. Maar heeft wel een flinke cooldown. Oh jezus, die kleintjes zijn heel snel. Ja. Oké, maar de omgevingen zien er best wel interessant uit. Oh shit. Oh jezus, die zijn wel heel snel. Zie je, maar dat bedoel ik van... Weet je, we zaten net natuurlijk ook een beetje nog in tutorial land. We komen nu wat verder en nu krijgen we ook wat meer interessante enemies op ons af die ons weten te verrassen. Maar er zit dus wel een biefstuk in de game, zie je dat? Waarom krijg ik dan een appel als ik een fucking koe doodsla? Oh ja, zeker. Maar ik heb daar gewoon geen tijd voor, Luc. Dat is het ding, hè. Ik moet zoveel verschillende games spelen voor werk en ook nog die ik zelf wil spelen. Dat ik een game als Red Dead Redemption 2 gewoon niet kan 100%en. Want daar verloop ik gewoon te veel andere ervaringen mis, weet je. En dat vind ik het er niet voor over. Ik vond de main scenario quest van Red Dead Redemption insane vet. Gruwelijk. Echt gruwelijk. Teleurstellend einde. Maar ja, weet je, ik denk dat het einde nooit kon opleveren tegen de 40 uur die ik daarvoor had geïnvesteerd. Maar, oh jezus jongens, dit is wel even... Oh shit. Oké, dit het wordt gauw moeilijker al wel, hoor. Oké, deze wordt dus breekt op in kleinere onderdelen. Oké. We got it. Oké, die zit er boven. Eerst even deze papi bevrijden. Die elixirs. Wat? Game en logica gaan niet samen. Ja, dat kan. Maar kan wel. Misschien in dit geval even niet, maar. Het kan wel. Oh nee.
Ik dacht echt dat ik het op een hele vette manier hier bovenop had gegooid. Helaas. Helaas. Oh my god. Boom! Ah, niet eens in één keer. Ik had wel verwacht dat die een kleintje zou breken. Dat die dan ook gelijk kapot zou zijn. En dit is de laatste. Find the cauldron. Is cool, gaan we doen. Ik zit de laatste tijd toch wel weer veel in Star Wars Battlefront 2, man. Ik vond het echt, ik vind het echt heel nice. De game is echt heel erg goed geworden. En ik baalde nu eigenlijk een beetje van dat de ontwikkeling is stopgezet. Want wat Dennis en zijn team bij DICE Stockholm hebben gedaan. Vet hoor, echt heel vet. Oh, Enderman! Strength potion. Oké. Hunting bow. Best wel veel shit gekregen nu, jongens. Even kijken. 12 tot 19 melee damage. Dit saved is op tot 26. Dus die hou ik wel even. Maar deze hè, gaan we wel zo doen. En die gaan we dan salvage meteen. Merk je iets van raytracing? Ik heb hier geen raytracing. Ik heb geen RTX card. Dus ik kan geen raytracing gebruiken. De game is echt uit de stront herrezen, alleen het heeft nooit meer de publieke aandacht en liefde gekregen van de community. Althans van de hardcore, buiten de hardcore community om. Die het verdient, dat vind ik wel jammer. Ik heb er een paar keer een case van proberen te maken bij GameKings, maar ja, niemand voelt er meer iets voor naar die belachelijke launch natuurlijk. En dat is echt jammer. Want de game biedt echt heel veel. En Jedi Fallen Order is ook tof, maar dat is voor mij gewoon een één keer playthrough type of game. Nou, als ik mezelf een keertje wil uitdagen, dan een keertje Jedi Master difficulty. Ik heb hem nu gewoon op normaal gespeeld. En dat vond ik al best wel pittig eerlijk gezegd hoor, maar zoals je weet, dat is ook niet echt mijn type game over het algemeen. Sekiro gaan we ook nog spelen op stream natuurlijk. Dat zal voor jullie genieten zijn en lachen geblazen. Voor mij zou het een flinke uitdaging zijn van, ben ik in staat om dit soort games te spelen wanneer ik me goed focus en 100% concentreer? Dan moet dat toch mogelijk zijn. Ik bedoel, het is niet dat het aan reflexen ontbreekt. Het is denk ik voornamelijk een mindgame van gewoon je hoofd koel houden. Omdat het qua reflexen gewoon goed moet zitten. En dan ga je weer op L1 drukken. Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Nou ja, maar die game ziet er ook ongelooflijk gruwelijk uit, weet je wel. En ik vind dat ook wel van Dark Souls, maar die setting van Sekiro spreekt me gewoon meer aan. If you understand what I bedoel. Ik vind het best wel nice. Hoe verschilt dit, zoals ik dit nu speel, met iets zoals Diablo, jongens? Weten jullie dat? Want ik heb dus nog nooit een Diablo gespeeld, hè. Ja, ooit Diablo 2, maar toen was ik echt 10 jaar oud of zo, whatever. Weet ik niet eens. Dus ik weet niet eens ook meer hoe die gameplay ging. Alleen hoe het eruit zag. Ja, ik heb hetzelfde pannenkoek. En ik baal daar wel een beetje van. Want het zijn wel type games die ik zou willen spelen. Snap je? Diablo is wat minder blokkerig. Maar qua gameplay loopt hetzelfde? Of zie ik dat verkeerd? Diablo is iets makkelijker natuurlijk. Ja, maar je ziet wel, als we nu al kijken naar de moeilijkheidsgraad, die is wel de afgelopen twee dungeons flink omhoog gegaan. Dus het kan zijn dat we nog echt op het begin van de game zitten, dat het gewoon is. Dynamischer. Maar dan bedoel je met name met battles of wat?
Ja, ik had van de week had ik gewoon weer heel even wat Jedi Fallen Order gespeeld. Niet om hem opnieuw uit te spelen of iets. Are you kidding me? Niet om hem opnieuw uit te spelen of iets dergelijks, maar gewoon. Die combat is gewoon vet. Het is gewoon vet. Je voelt alsof je echt aan het vechten bent in plaats van maar op een knopje aan het rammen bent. In Sekiro, niet deze game bedoel ik, hè? Ja, maar misschien komt dat straks nog, Black Drop. We zitten helemaal op het begin van de game, hè? We zijn nu net, ik denk 20 minuten, een half uurtje bezig. Supplies, motherfucker. Some fries, motherfucker. The Force will be with you. Always. Woo, 1972! Dankjewel voor die sub, man. Super dope, thanks. Waar heb ik dat aan te danken? En welkom, welkom. Oh. Hey, zit ik nu vast? Huh? Oh, hier. Brood is wel handig de hele tijd. En Diablo heeft een story. Dit heeft ook een story, heb je dat net niet gehoord? Ik ben nu de witches van Ilark aan het killen. Althans hun potions. Je kan niet zomaar stellen dat dit geen verhaal heeft, hè? Level up, here we go. Oh, hij gaat niet op pauze hoor ik al als je op start drukt. Super Star Wars is ook moeilijk, man. Dat is ook echt het type game wat ik echt niet kan. Maar we hebben toen wel doorgezet in die 12 uur... In de 12 uur Star Wars stream met Super Star Wars. Daar ben ik dan wel weer trots op. Ik vond het super moeilijk, ging echt vaak dood op het begin. Maar op een gegeven moment hadden we wel een beetje de hang of it. Maar dat is een kwestie van gewoon doorzetten. En dat vind ik ook wel tof als een game dat doet. En als ik de hele tijd aan mijn neus zit of mijn neus zit op te halen. Ik heb echt last van hooikoorts vandaag, jongens. Echt super irritant. Echt bloedirritant. Ja, ik heb Super Star Wars ook op PlayStation 4. Die shit is zo moeilijk, man. Het heeft zo weinig met Star Wars te maken. Dat is nog kutter. Het is gewoon een Star Wars themed andere type game. Ook die type enemies die je de hele tijd moet bevechten. Ik heb Luke Skywalker nog nooit echt tegen 80 ratten in de Tatooine Desert zien vechten. Goedemiddag, Lionel. Smash the cauldron. Oké, dat gaan we doen. Oh my god! Hoe dan? Oh, fuck. Lag een appel. Oké, die appel heb ik gepakt. Oh my god. Ja hoor, hij kan niet over het hekje heen schieten. Ah, nee. Mijn cooldown van mijn potion is bijna afgelopen. Dan kan ik hem weer gebruiken. Ja! Oh, die had ik wel echt nodig, man. Oef.
Maar dit, hier merk je gewoon, hier heb je echt hulp bij nodig, gewoon van andere players. Yes, we got him, baby! Yes! En ik heb een evocation rope. Maar ik ga geen tovenaar spelen. Ik ben een warrior. Oké, deze was pittig. Deze was pittig, man. Oh. Dat was maar, dat was echt kantje boord. Oké, ik ga niet meer klagen over de moeilijkheidsgraad. Victory! Oh. Ik pak heel even een colaatje, jongens. Be right back. Het regent hier gewoon al de hele dag. Is dat bij jullie ook zo of niet? Is dit al uit of mag je vroegtijdig spelen? Nee, ik speel het nu voor de review. Dus ik mag al eerder spelen. Maar vanaf 26 mei mag iedereen aan de slag. En hij zit gewoon bij Xbox Game Pass. Dus ik vind dat we dan ook gewoon een 4-player co-op moeten gaan doen in deze stream. Als het vet is natuurlijk, hè. Ik ben nu aan het checken. A soul healer. Amen, it is cold to the touch and trembles with the power of souls. It is a common among the illagers of the woodland mansions. Oké, cool. Even kijken. Dus als we deze... Oeh, de harp crossbow. Nice. Oh my god, nu klink ik echt als een nerd. Is dit een artifact? Oh nee. Wel. Oké. Deze kunnen we dan salvage. Hupsakee. 15 emeralds voor gekregen. Altijd mooi. Gaan we deze weer heel even enchanten. Kan dat? Jazeker kan dat. But. Zo komen we nog eens op plekken, jongens. Ik zag het inderdaad. Ik heb Game Pass gehaald voor Sea of Thieves en Minecraft Dungeons. Het ziet er wel echt verschrikkelijk mooi uit, man. Hoeveel uur mag je spelen? Zoveel als ik wil. Volgens mij. Hoop ik. Ik weet het niet. Het enige wat ik hoorde van jij is, je mag hem dit weekend ook streamen als je wil. Dus daar had ik zoiets van, nou fuck yeah, let's do it. Nou, kijken of hij wat moois van me heeft. Daggers, de hele tijd daggers. Ik heb niks met daggers. Nou. Soggy Swamp hebben we gehad, de Creeper Woods hebben we gehad. Die Creepy Crypt, die heb ik dus gedaan tijdens een missie. Maar is dat ook een missie op zichzelf? Staand? Even kijken. Waar kan je hier de moeilijkheid gaan aanpassen? Dat kan hier niet. Normal difficulty staat er gewoon. A sprawling crypt lies deep below the forest floor where the illagers believe they can continue their wicked work undisturbed. Will you stop them or will you get lost in the dark? Volgens mij is het gewoon een missie in een missie. Een side missie. Gaan we naar Pumpkin Pastures of Cacti Canyon of Redstone Mines? Redstone Mines sowieso. Nee, ik zie hier nog geen moeilijkheidsgraad iets hoor. RB? Oh ja, ja. Jezus. Schelen. Wat een schelen motherfucker ben ik ook af en toe. Ja? Oké, we gaan hem eentje moeilijker proberen. Ben ik... Recommended power 10. Mijn power is 5. Laten we dat niet doen. Recommended power 4. Zo. Dus je kan hem moeilijker maken aan de hand van je level. Maar ik ben 5, dus dat zie ik niet zo zitten. Oké, fuck. Laten we gewoon een normale doen. Gewoon Pumpkin Pastures doen. Doen we hem helft op normaal. En dat is het gekke. De meeste mensen met hooikoorts die zijn echt blij als het eindelijk regent. Maar om een of andere reden maakt dat bij mij nooit uit. Of het nou heeft geregend of dat de zon nou schijnt. Bij de Lidl. God of War bij de Lidl. Sinds wanneer verkopen ze daar PlayStation 4 games dan? Als je voor 12 euro God of War laat liggen terwijl je die nog nooit hebt gespeeld, hou je dan wel van games? Oh jezus, deze is nice man. Maar het schiet natuurlijk wel 4 arrows tegelijkertijd, dus daar moeten we een beetje mee oppassen.
Dus ja, het is cool om hem te hebben, maar hij draint je fucking arrows wel heel, heel erg snel. Dus die gaan we alleen gebruiken bij crowd control. Kijk, dan zit er toch wel wat meer diepgang in dan dat je in eerste instantie denkt. Oh. En ook al zijn het de basics. Het is goed dat het erin zit. Geen idee, man. Bij mij zit er ook een Lidl in de buurt. Althans, ik een stukje verderop. Daarom kom ik er niet zo heel vaak. Maar daar heb ik nog nooit videogames gezien. Ik ga denk toch weer... Fuck, volgens mij heb ik ook mijn oude boog gescrapt. Ik wou zeggen, ik ga die toch weer pakken. Omdat ik bijvoorbeeld die wizard, die had ik veel sneller kunnen killen met een enkele bowshot. Stray from the path. Dankjewel voor die follow. Appreciate it. Welkom in de stream. Ratchet & Clank ook daar gekocht. What? Probeer eens fluticasomproponiaat. Neuspray. Oh nee man, neuspray vind ik echt verschrikkelijk. Ik gebruik nu letterlijk die hooikoortspillen van de Lidl. Daarom was ik dus laatst bij de Lidl. Maar die lijken altijd op een of andere manier bij mij maar een week te werken of zo. En dan ben ik er immuun voor. Dat is echt heel weird. Ik kan het niet anders uitleggen. En het gaat dan ook niet helemaal weg. Maar de pijn is wel enorm verzacht, zeg maar. Ja, ik mis mijn oude bouw, jongens. Ik moet echt mijn oude bouw weer hebben. Kijken of we die straks gewoon kunnen kopen, want dit is verschrikkelijk. Oh nee, het kost toch maar een enkele arrow. Maar dan ben ik gewoon heel snel door die arrows heen gegaan. Ja, het kost gewoon een enkele arrow. Ik vind het toch wel vet, ook de verkenning die in deze game zit, jongens. Dus Loradine aanvragen bij je huisarts, wat is dat? Ik heb oogdruppels geprobeerd, ik heb neusprays geprobeerd, jongens, het werkt allemaal niet. Op normal spelen we hem nu, Lazy Hop. We konden wel een hogere moeilijkheidsgraad doen, maar toen was de recommended level 10. En ik ben level 5, dus ja. Dan moeten we nog even doorzetten. Find the last hearth. Okay, ik heb nu ook die paddenstoel die ik kan vreten dus. Wanneer we in een boswetter zitten en dan gaat hij in een rampage of iets dergelijks. Dus dat gaan we straks even proberen. Doe me niks. Doe me niks! Oh shit, what the fuck is dat? Oh my god. Find the village! Kijk. Komen we wel ergens. Oeh, die is heel nice gecombineerd met de vuurwerk artefact. Nee, deze harp crossbow is zeker nog niet afgeschreven, jongens. Horizon Zero Dawn heb ik nog nooit gespeeld. Wil ik wel een keer spelen, maar ik ga hem op PC spelen nu die daarvoor is aangekomen. Moet die ook niet al binnenkort uitkomen? Of is dat echt pas volgend jaar? Kijk, al die arrows ook hier in de muur zitten. Ja, ik ben ook aan het blijven proberen, maar het is af en toe wel een beetje irritant. Ik had vanochtend bijvoorbeeld een meeting. En het is gewoon bloed irritant dat je even gewoon niet uit je woorden komt. Omdat je zo zit te strijden tegen de kriebelende neus en dergelijke. Ja, dat bedoel ik. Ik dacht ook dat het Summer 2020 zou zijn. Dus nou, dan verwacht ik toch wel juni of juli dat die game uitkomt. En dat is al heel snel.
ga ik gewoon Horizon Zero Dawn op PC spelen, man. Ik ben heel erg benieuwd. Er zijn een aantal mensen die gewoon hebben gezegd dat het de beste PlayStation exclusive is op dit moment. En nou, als je weet wat ze allemaal in huis hebben, dan is dat best wel vet. Ja, het is wel grappig dat Hoikort voor zoveel mensen gewoon verschilt. Over wat de impact is en waar ze dan precies last van hebben. Oh shit. Oh my god! Kijk, er komen wel steeds vettere enemies bij hoor. Oh shit. Oh snap! De Highland Armor! Uniek! Nou, die gaan we meteen aantrekken. Natuurlijk. Ik ben toch niet gek? Ik vond Spider-Man vond ik qua verhaal echt heel tof. Dat was echt een hele, hele goede comic book story verhaal. Ik ging er echt los op. Zoals jullie misschien wel hebben gezien. Ze zijn ook niet al te zuinig met de loot. Dat vind ik ook wel nice. Oh, 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 oh. Even kijken wat hier allemaal is hoor. Nope, too late. Hier is een tempel. Laten we even kijken. That's what I came here for, booty. Ja, de vibe van Rise Zero Dawn ziet er fantastisch uit, maar dat is af en toe een beetje mijn probleem met Guerrilla Games. Ze zien er vooral heel veel mooier uit dan dat het speelt. En ik weet niet of dat zo is voor Rise Zero Dawn, hè, want ik heb hem dus niet gespeeld. Maar bij Killzone vond ik dat wel. Ik vind de muziek tegenvallen in de game. Helaas. Ja, cyberdino's, kom op man. Wat wil je nog meer? Het ziet er gruwelijk uit. Oké, kijken of we wat shit kunnen enchanten. Ik wil deze heel even enchanten. Kijk, 200 pushback. Doen we gewoon. We zijn allemaal enchanted nu. Ja, dat is elke keer een fucking shit van Nakamoto die ik ben vergeten uit te zetten. Echt een hele oude video. Maar ik heb nieuwe video's op mijn YouTube kanaal, hè. Dus mocht je die willen zien, volg me dan heel even op YouTube, man. Daar maak je mij heel blij mee, maar vooral jezelf heel blij mee. Met hele fucking vette video's over videogames. Dat wil je niet meer. Dus ja, zoals je dat nog niet hebt gedaan, even subscriben op YouTube, jongens. Kost je niks. Alleen twee klikken van de muis of iets dergelijks. Santa Princess, dankjewel voor die follow. Welkom bij de stream. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, deze man is te sterk. En als ze dichtbij die wizards in de buurt komen, dan... Ik heb die paddenstoel te vroeg gegeten. Dan gooi die wizards, die gooien allemaal beschermingsspels op ze. Oeh, hier. Kijk eens, is hier nog iets wat we kunnen looten? Nee, hè? Ik heb mijn kopietje Rise Zero Dawn Complete Edition nog gesealed. Hoezo? Hoezo, Sammy? Speel die shit, man. Hey, ik ga hem op PC spelen. En dan ga ik het ongetwijfeld ook wel streamen. Oh, 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 oh. Don't fuck with Coast the Minecraft nerd. You're gonna get bodied, son. Wat een gemoedelijke game is dit wel. Ik heb het idee dat ik dit uren kan spelen.
Als dit een normal difficulty is, dan verwacht ik zeker dat we straks op de hogere levels echt vette shit gaan meemaken, man. Nu heb ik ook zin om voor het eerste keertje Diablo te gaan spelen ofzo. Oh, nee! Wat gebeurt hier? Sorry, schapie. Ik wil je niet killen, maar de ene keer drop je vette shit voor me en de andere keer niet. Dus het liefst zou ik je ook willen laten leven, maar dan doe ik mezelf misschien tekort. Nieuwe Diablo, in ieder geval die cutscene ervan, was echt insane vet. Ik wacht nog steeds op het moment dat Coast Breath of the Wild gaat doen. Nou, Blackgrass, sterker nog, ik speel Breath of the Wild. Alleen, ik heb een fucking Nintendo Switch. Een Nintendo Switch Lite. En de Nintendo Switch Lite is super vet. Want het speelt echt heerlijk. Hij ligt echt super fijn in de hand ten opzichte van de normale Switch. Maar ik kan hem niet streamen. Want je kan hem niet docked spelen. Dat is echt super kut. Want ik wil heel graag Zelda streamen. Vind ik zo'n mooie game. Maar dat kan gewoon niet. En dat is wel jammer. Dat is wel echt jammer. Ja, dat zou je bijna moeten doen. Maar dat is gewoon niet de ervaring die je mensen wil bieden, toch? Nee, ik vind het jammer. Want ik heb echt vette Switch games. En ik wil ze ook heel graag streamen. Maar het kan gewoon niet. Oké, volgens mij gaat het nu los. Ik vind deze game vet spelen, Tosh. Oh, oh. Ja. Oh, deze had ik veel te vroeg gehoord. Wacht ik op. Oh shit, echt die fucking shit die ze opwerpt. Ja, nu ga je dood houden. Bam, enter the town hall. Veel tijd is te lopen en het vechten. Oh ja. Ja, ik ben dus geen andere dungeon crawlers gewend, hè, dus ik kan er niet echt over meepraten. Ja, helemaal gratis is het dan nooit, maar je snapt wat je bedoelt. Product of 1989, dankjewel voor die follow en welkom bij de stream. Denk slash weet je of Borderlands op de Switch tof wordt? Ik heb de game nog nooit gespeeld. Borderlands is niet voor mij, man. Dat moet je niet aan mij vragen. Ik vind het niet zo leuk om te spelen. En Daan is er bijvoorbeeld helemaal lyrisch van, maar het is gewoon niet voor mij. Het is niet voor mij. Laten we het daarop houden. Ja, ik vond het dus echt niks aan, J-Manig. Maar weet je, dat is gewoon, gewoon een kwestie van smaak, denk ik. Wandering Trader. Sure. Fire! Die hebben we al! Of is hij sterker dan? Ja, volgens mij wel. En dan kunnen we deze salvage. Wat doet dit? Let you tumble through the air, stunning and pushing enemies back as you go. Nee. Sickles, vet. Dat ga ik niet gebruiken. Mijn wapen begint wel een beetje achter te lopen nu. Maar ik vind het feit dat hij vlammetjes heeft, vind ik wel gruwelijk. Dus ik wil er nog geen afscheid van nemen, maar... Soul Healer. Heals the most injured ally nearby. Oké, die gaan we niet gebruiken, want we spelen op dit moment heel even in ons eentje. Hebben we nog een enchantment?
Ja. Mission select. Gaan we naar Cacti Canyon. Kijk, mijn power is nu 8. Kijk, we kunnen hem straks kunnen hem hoog gooien, zie je dat? Maar ik denk dat Borderlands wel een hele goede game is voor de Nintendo Switch, weet je wel? Omdat, dat soort looter shooters is gewoon vet dat je dat op elk moment van de dag heel even kan spelen. Even een questje kan doen of iets dergelijks, weet je wel? Finding the temple, however, is an adventure in its own right. Where the entrance lies hidden. Straks Destiny 2 over 5G met Google Stadia. Ik ben er down voor, hoor. In de trein lekker Destiny gaan spelen bijvoorbeeld, of andere games. Kom maar op. Crossbow. Nee! Waarom raakt hij hem niet? Die random muren die gewoon op worden gegooid af en toe, die zijn wel vervelend. Oké, okay, mijn arrows zijn weer low. Oké. Okay. Veel kennis bij nerds om tafel. Heb je die... wauw, Dijka, echt. Heb je hem geluisterd? Ik denk dat het een leuke aflevering was geworden, toch? Ik heb net een half uurtje de Amazon game Crucible gespeeld. Gaat GameKings hier een review voor doen? Ik weet het niet. Ik in ieder geval niet. Mij is niks gevraagd. Dat zou je heel even aan jij moeten vragen. Misschien weet hij er niet van, hoor. Dus als je hem op Twitter even een bericht stuurt, dan kijk je er even naar. Dan denkt hij, oh, dit is wel vet. Dat wil ik doen, GameKings. Dus dat zou heel goed kunnen. Oh ja, kijk, en that's how you do it. That's the way the cookie crumbles. Sorry, schapie. Het is niet persoonlijk. Het is niet persoonlijk. Met nummer 4 van 13 Minecraft Dungeon Streamers. Niet slecht voor non-English. Is de rest English? Hoeveel kijkers hebben we dan, jongens? Dat weet ik nou al nooit. Ik heb dat niet in beeld staan. Nou, dan doen we het toch lekker, jongens. Dat is natuurlijk ook een stukje frontpage bij Nederland. Maar, hey. You don't hear me complain. But I can do this in English too. It's no problem for me. Oké, dit liep heel vaat af. Dit was niet de bedoeling. 103. Jezus! Is dat de kracht van Minecraft? Als ik nu vanaf altijd Minecraft games ga streamen, heb ik dan altijd zoveel kijkers? Of. Wat is het? Wat zijn die rare groene kok en balls dingen, jongens? And you never know how a cow catches a rabbit. No. Maar dat zijn wel veel kijkers, ja. Ja, maar Minecraft is natuurlijk ook wel reet populair, hè. Kijk, wij hebben het nog nooit gespeeld, maar er is een gigantische community online met betrekking tot Minecraft games. Vooral de YouTubers die spelen dat bijvoorbeeld heel erg veel. Je kent ze allemaal wel, de Ronalds, de Enzo Knols, de Rudy's, noem het allemaal maar op. Die zijn allemaal balls diep in Minecraft altijd. Wat is de redeem code? Voor wat? Waarom exploderen ze? Maar het is een leuke game om te spelen, hoor. Dus je kan zeggen dat het kiddie is. En dat is het ook. Net zoals Animal Crossing kiddie is. Maar dat betekent niet dat het niet leuk is. Ik vermaak me hier wel mee. Of ik hier 100 uur in kan stoppen. Dat betwijfel ik. Oh shit, ik vergat dat ik die TNT had. Dat betwijfel ik, maar... Ik heb er nu enorm naar mijn zin. Oh. Hey.
Oké, het gaat nu een gekke huis worden, zie je dat? Oh my god. Oh shit, en die klote muren. Oh shit. Ze blokken wel echt die angles goed af wat dat betreft. Activate. Here we go. Yes. Yes, girl. En natuurlijk is het altijd wel zo dat wanneer je een game streamt die nog niet uit is, dan heb je over het algemeen ook al wel iets meer kijkers dan normaal natuurlijk. Dat telt ook natuurlijk. Ik ben hier puur en alleen voor de gezelligheid. Nou, dat is ook precies de reden waarvoor je hier moet zijn. Maar Minecraft is toch juist niet eentonig en saai? Want je kan toch juist in die wereld van Minecraft doen wat je zelf wil? Als het dan saai is, dan ligt dat toch aan je eigen verbeelding? Of zeg ik hier iets verkeerd? Want ik weet het niet, hè? Ik speel niet Minecraft. Ik ken het alleen voor horen zeggen. En wat je er ook allemaal in zou kunnen doen. Bedenk me net dat de kids wel Minecraft Story spelen. Seizoen 2 ook al. Die je ook gespeeld? Nee. Dit is letterlijk de eerste keer in mijn leven dat ik een Minecraft game speel, jongens. Enige wat ik ooit heb gespeeld wat hierop lijkt. Grafisch gezien is Crossy Road op mijn iPhone. Hey, nu loopt die screamer in één keer van mij weg. Ah, nee. Deze hebben we niet zo geactiveerd. Ah, nee! Vergat dat ik fucking die niet had. Oh. Dat was niet de bedoeling. Dat was zeker niet de bedoeling. Even deze kapot slaan. We want them emeralds! Ik heb zin om mijn Zelda op deze manier te spelen. In deze gaafse stijl. Nu ik dit zo zie. Je hebt ook een dodge roll dus, zoals je die hier ziet. Die doe je met de rechter thumbstick. Ik had ooit eerst Diablo 3 op de Nintendo Switch trouwens. Nooit gespeeld, nooit aangeraakt. Nu heb ik daar best wel spijt van. Is Diablo een beetje voor een leuke prijs te krijgen op PC, jongens? Weten jullie dat? Moet ook op de kleintjes letten natuurlijk, hè? Ik ben hier voor een bier, is dat er nog? Nee, bier van gisteren is op. We hebben natuurlijk gisteren die online bierproeverij van Buster. En dat was echt super nice. En ik heb me daar ook ontzettend mee vermaakt. Ik denk wel meer mensen. Het was ook heel erg gezellig in de chat. Maar ik had die stream gewoon lekker aangezet op mijn tv. Beentjes omhoog, biertje erbij. Oh. Dat was lockdown stream, dat was echt perfect. Die Diablo 3 heb je aan mij gegeven. Zie, ik wou net zeggen, ik heb die toen ooit weggegeven via een giveaway. Omdat ik hem zelf niet ging spelen. Ja, wacht dan om 4, maar 4 duurt toch nog heel erg lang. En maar die stream kan je terugkijken van de Buster. Want hij vertelt daar mooie verhalen, jongen. Kan je mee opscheppen op verjaardagen en shit. Als je dat allemaal weet. Oké. Veel enemies hier, man. Nu denk ik een potion gebruiken. Zodat die cooldown straks bij een boss battle al done is. Nou, wat is er mis met Diablo 3 dan? Waarom zou ik die dan niet willen spelen? Ik wil Divinity nog wel een keertje spelen, maar er zijn er zoveel die ik wil spelen, man. Mijn buren hadden gisteren als enige in de buurt suikerfeest. Op het einde liepen er zo'n 40 man naar buiten en wij maar braaf thuis zitten. Ja, dat is irritant. Dat is dan heel irritant inderdaad, ja. Je speelt Final Fantasy XIV online, toch? Ja, zeker? Hoezo? Why? Trouwens, die is gratis nu, hè? Tijdelijk op PlayStation... in de PlayStation Store. De Starter Edition of zo. Die is gratis, PlayStation 4. Final Fantasy XIV online.
fucking gruwelijke game. Als je nog geen kans hebt gehad om die te checken, is dit nu wel een beetje het moment om die shit te downloaden, man. So nice. Het is so nice. Wat maakt Diablo 3 op console specifiek zo vet? Dat voor mij gevoel is dat toch juist een echte PC-game. Bedankt nog voor de mooie Game PC samenstelling en hij werkt perfect. Nu nog een vraag, is de CSL Elite een goede aankoop voor het simracen? Ja, het is een uitstekende aankoop voor het simracen. Maar daar is de prijs dan ook na, €700. Dat is behoorlijk prijzig natuurlijk. Ja, ik moet zeggen, ik vind Final Fantasy XIV, de manier waarop je die speelt, met controller, fantastisch. Zelfs op PC speel ik Final Fantasy XIV met controller. Omdat het zo goed werkt. En als ik dit zo speel, dat kan je ook voor mij voor alleen maar met controller spelen, toch? Oh, waar is hij? Daar. Wauw, 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 wauw. Find the golden key. Ja, heel erg goed eigenlijk, Eru. Of NLG, sorry. Ja, bevalt uitstekend. Ik moet wel zeggen, dit is voor mij de eerste keer dat ik een Minecraft game speel. Ja, is het echt een Minecraft game? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het een redelijk standaard dungeon crawler ding is op dit moment. Maar ik vermaak me er wel mee. €12. Oh, dat is goed te doen. €12 heb ik wel over. Jullie zeggen dat het waard is? Die €12 voor Diablo 3? Ik vind Final Fantasy XIV gruwelijk, vooral omdat je alle classes kan spelen met één karakter. Ja, dat sowieso. Ik ben nu Gunbreaker geworden. Sinds kort. Weet je, Gunbreakers, Final Fantasy 8 Gunblades, toen ik die daarvoor het eerst gebruikte. Ja, vond ik echt gruwelijk. Dus ik had nu zoiets, zodra ik die class kan spelen, gaan we dat meteen doen. En dat is het ding, gelukkig zit er ook bij de boss battles hier best wel wat uitdagingen in het begin af en toe. En dat was een beetje mijn main concern. Volgens mij reset ze gewoon je aantal arrows bij het begin van een quest. Want elke keer op het einde heb ik er heel veel en dan schrik ik bij een nieuwe quest elke keer hoe weinig ik heb. Je moet heel snel bij die gasten zijn, want anders ontploffen ze. Is Dungeons al vandaag uitgekomen? Nee, 26. Maar dit is de review versie. Wat is er aan de hand, jongens? Zijn we weer ruzie aan het maken? Daar zijn deze streams niet voor, hè? Daar zijn deze streams niet voor. Gewoon gezellig, een beetje laid back, games zitten spelen, een beetje lachen met elkaar. Kom op, jongens. Hey, Tom! Alles lekker, jongen. Survive the ambush. Here we go. Neem nu elke keer die paarse paddo. Voordat ik in zo'n ambush kom. Waardoor ik echt in één keer beast mode ga. Ik heb wel een fucking arrow in mijn hoofd zitten nu. Eerst deze. Ja. Shadow form. Volgens mij hebben we hem nu of niet? Nee, zeker niet. Potion gebruiken, we zijn bijna dood. Oh.
Kijk al die fucking pijlen. Oké, dit gaat spannend worden. Dit gaat spannend worden. Oh. Even hier chillen. Even hier chillen. And there you go. Woep. Ik heb het niet gelezen, Luke. Ik heb het niet gelezen, dus ik kan de context ook niet bepalen. Maar dat is niet cool als dat niet zo is, nee. Ik heb trouwens een Diablo-achtige game gespeeld, die Vikings Wolves of Midgard, waar ik me uitstekend mee vermaakt heb. Ken ik niet, nog nooit van gehoord zelfs. Truths and treasures await you inside. Zoals Luc het nu zegt, dat is ook hoe ik het opvat, trouwens hoor. Daarom zei ik ook, dat is ook irritant. Ik heb hetzelfde als ik al die mensen op het strand zie en ik thuis gewoon aan het chillen ben. Dan heb ik dat ook. Daarom zei ik ook van, ja, dat vind ik best wel irritant. Dus ik haalde het er niet uit zoals... zoals jullie het misschien interpreteerden. Zo interpreteerde ik het niet. Zehade is een dungeon crawler. Ik zag hem al wel de hele week die shit spelen, man. Ik snap dat je het dubbel kan opvatten. Ik had het niet zo opgevat, namelijk. Maar dat kan je ook vragen aan hem, toch? En als hij dan zegt, nee, zo bedoel ik dat niet, dan... Dan kunnen we daar toch ook vanuit gaan. Hades, ja, dat is hoe je het zegt in dingen, man. The force is strong in this one. nu zit Polis te trollen. NLG, dankjewel voor die follow. Wat gaan we doen? Wandering Trader, Blacksmith. Nee, we gaan naar de Blacksmith. Longbow. Ja, maar ja, die is niet zo goed als mijn huidige, denk ik. Ja. Hij doet wel veel meer damage nu. Helaas. Wat is dit? Spelunker armor. Nee, die gaan we ook niet gebruiken. Deze gaan we sowieso niet gebruiken. Ik ben geen tovenaartje. Daar hou ik niet van. Even kijken. Kunnen we deze enchanten? Vast wel. Boom. Boom. Dat gaan we niet doen verder. Ja, dan laten we hem zo. Mission select. We zijn nog steeds level 8. Hoe kan dat nou? Oh, level 9 zijn we. Zullen we level 10 proberen dan? Fuck it, we proberen gewoon level 10. There are unsettling rumblings in the mountains of the overworld. Whispered rumors say the Illagers are building something dreadful far beneath this ancient world. Ja, en dat is ook hoe ik het opvat, Buster. Het is gewoon een aas om met 40 man bij elkaar te zitten. Dat doe je gewoon niet, niet in deze tijden. Naar mijn mening. And uncover the truth. Maar is de dust nu settled, jongens? Is de dust nu settled? Kunnen we nu weer lief zijn tegen elkaar? Ik moet nog steeds deze dungeon clearen, jongens. Wat een leuke game is dit. Klinkt een beetje... Ik ervaar dit een beetje zoals My First Dungeon Crawler of zo. So. 200 kijkers! Ja, dat is de Minecraft publiek, hè, jongens. Dat is de Minecraft publiek. Ik ga nu vanaf nu nooit meer iets anders doen. Dit wordt een Minecraft kanaal, jongens. De race van vanavond op Monaco gaat niet door. We gaan alleen maar Minecraft spelen. Ik maak wel een racebaan in Minecraft. Dat is wel het vette van Minecraft. Je kan gewoon Monaco namaken in de game.
Is toch een mooie van Minecraft? Je kan er alles van maken wat je wil. Behalve cool. Een geintje. Wanneer de Game Kings name change naar Mine Kings? Ja, ik spreek niet voor Game Kings natuurlijk, hè. Ik spreek gewoon over mijn eigen kanaal nu. Oh, oh, wat gebeurt hier, joh? Waarom blijven ze hier unlimited spawnen? Moet je... Volgens mij... Oh, fuck! Je merkt wel gewoon als je die hardbone niet meer gebruikt in combinatie met die vuurwerk shit, dat het gelijk niet meer tof is. Oké, deze dingetjes moeten we dus even slopen. Blijft in mijn enemy spawnen. Oké, mission accomplished. Was die Telltale game van Minecraft tof eigenlijk? Ik weet niet. Nogmaals, dit is mijn allereerste Minecraft game ooit. En dit level doet een beetje Indiana Jones achtergaan. In de Temple of Doom. Dat dig ik wel. Indiana Jones is een van de vetste films aller tijden. Kan gewoon prima in het rijtje van Back to the Future en Blade Runner. Gruwelijk. Oh, die wizard jongen en gelijk doodmaken. Heel vervelend. Vraag me af wat je met die fishing rod nou kan doen, dat is me niet helemaal duidelijk. Oh. Oké, die time ligt verkeerd. Oh jezus, wat zijn er te veel. Hupsakee. Zo fixen we dat. Har, har. Oké, de villagers. Oké, dat zijn dus villagers. Oké. Ja. Daarboven dan nog. Oh shit, ik zie niet op de letter. Volgens mij werd hij wel platgereden door die kartje. Zie, die screamers die zijn sterker geworden. Die vereisen nu minimaal 2 klappen. En dat moet je ook echt snel doen, want anders ontploft hij. En dan ben je de shark. Wie maakt er een Minecraft server voor coach? Ja, doe je mee dan, Tom? Hè? Huh? Oh shit, zie, dat bedoel ik. Play it myself. De 50 enchanted mobs, nou dat hebben we gehaald. Oh. Wat zou die hier beneden zijn? Oh nee, daar zit gewoon die minecart natuurlijk. Minecart in Minecraft. Oh. Deze moet gelijk. Level up! Ik speel dit boven mijn level, want ik ben nu net level 9 en we spelen op de level 10 moeilijkheidsgraad. Kom op. Ik voel naar beneden. Oké, je kan dus ook naar beneden vallen. Dat had ik niet verwacht. Moet wel opletten waar je loopt. Dat is alleen maar goed. Moet je wat voorzichtiger zijn. Iets minder reckless. Ik heb ooit een keer een boete gekregen wegens door rood lopen. Oh my god, dat is ook echt
pleuris duur volgens mij, of niet? Ik heb ook een keertje iets gehoord van als je met je fiets door rood rijdt, dat je echt 150 kan betalen of zo. Of misschien nog meer. Oh, ik mis het wel, man. Oh nee, gooi hem verkeerd! Oh. Oké, die evoker die moet echt meteen dood. Oh, ik ga wel heel snel dood ook. Potie gebruiken! Ja! Got him, baby! Oh my god. Ik zag dat ik ook net een nieuwe beren uit had. Dus even kijken of die iets sterker gaan maken. Oh, jezus, ik vergeet de hele tijd deze dingen meteen kapot te maken. Maar daardoor blijft ze oneindig spawnen. Die pijl en boog is wel heel erg nice trouwens. Kijk, als hij zo'n paars lijntje aan zich heeft, krijgt hij een beschermspel van deze tovenaar. Dus die moeten we als eerste dood maken. Dat scheelde niet veel. Oh my god. Oké, deze game is moeilijk. Hij is nu moeilijk. Ja. Het zijn hier de piraten dan. Oh shit. Oké, het begint nu echt moeilijk te spelen, man. Is goed, heel veel plezier in Skyrim, Vippy. Ga je nog een andere game streamen? Ja, vanavond. Formule 1 natuurlijk. De race van Monaco. Dat belooft aardig wat spektakel natuurlijk. Aangezien niemand van ons kan rijden. Dus ik ben benieuwd hoeveel mensen bij de finish gaan eindigen, überhaupt. Ik weet niet meer welke race het was die we een tijdje geleden deden, dat we ook echt niemand overhielden. En dat was niet eens een moeilijke track. Was het Spanje? Oh, shit. Oh, wat een hoop enemies, man. Ik moet heel even kijken of ik die berenhuid nu kunnen aantrekken, man. Maar ik slaat hem niet met rust. Leave me alone. Oké, deze is vrij. Ja, leuke game, man. Leuke game. Hoeveel moet er nog één? Even kijken. 9. Nou, hij is niet eens beter. What's up alumni, alles lekker. 11 bij skate uiteindelijk. Ik heb zo'n gevoel dat het bij ons minder gaat zijn, maar... Dat ligt natuurlijk ook grotendeels aan jou, Smash. Even kijken, we hebben ze nu allemaal. Volgens mij, waar moet ik nu heen? Oh daar, linksonder. Gaat wel redelijk snel verder dus. Maar ik ben poisoned door iets. Ik stierf uiteindelijk door de poison.
Ik denk dat het die spinnen zijn, maar... Hieronder zit er nog eentje, toch? Huh? Waar zit die dan? Nee! Oh, deze cages zijn echt vervelend. Ah, en ik rom mezelf weer dood. Godsamme. Soms lijkt het alsof je een bepaald afstapje af kan. En dan rol je toch in één keer te pletten. Goedemiddag, Mogli Eto. Alles lekker. Oh. Oh, shit. Oké, boven je moeilijkheidsgraad, boven je eigen level spelen is best wel pittig. Kunnen we nu wel stellen. Nou, over uitdagingen in deze game hebben we niks te klagen wat dat betreft. Oh nee, er is weer een evoker. Nee! Oh my god. Nu maar gewoon blind hoor. Ik ben bang dat deze allemaal uit zo'n doosje komen die ik eerst kapot moet slaan. Kijk, want kijk hoeveel het er zijn. Ja, die komen daar gewoon uit zo'n doosje. Dat kan niet anders. Wat zijn er te veel? Leg een einde aan te komen. Really? 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 Hier is helemaal niks? Oh my god, inderdaad. Vijf suikerfeest eigenlijk voor iedereen die dat nu kan vieren. Dus even inderdaad even vergeten te zeggen. Maar goed dat je het doet, Mogli Eto. Oh, die evoker, jongens. Mijn nachtmerrie. Ik kom echt net uit met mijn potion en die mayhem paddo shit. Oké, dit is de boss battle. Deze ga ik echt niet halen. Dat kan ik je nu alvast vertellen. Oh shit, shit, shit. Oh, nee! Oh wat dom. Oh wat dom. Ik liep daar door lava heen, maar... Bijna dood zo net. Als hij zo makkelijk te verslaan is, dan vind ik het toch tegenvallen. Oh, oh, oh. Oh, shit. Ah, we got him, we got him, we got him. Don't worry about a thing. Shit, ik vergeet dat ik die TNT zo weggooi. Leave the mine. Oké, we zijn dan gewoon klaar met dit level. Job, dankjewel voor die follow. Appreciate it. Ik vind het er ook nice uitzien. En het, sterker nog, het speelt ook gewoon heel erg leuk. Dus dat is misschien wel nog belangrijker. Ja, ik vond het vet. Zeker dus wanneer je het op een hoge moeilijkheidsgraad speelt, dan is het nog best wel pittig hoor. Maar wat is de penalty voor sterven? Ja, daar ben ik ook nog niet helemaal achter gekomen. The corrupted beacon holds immense power within. It waits for the moment to unleash its wrath. Ik neem aan dat dat een hoe heet het? Shit is? Ja. Yeah.
kijken, wat moeten we nou nog meer doen? Kijk, hier hebben we een knight. Oké, deze gaan we salvagen. Sowieso. Deze gaan we salvagen. Ik wil niet alles salvagen. Je wil ook een soort van collection opbouwen. Deze kunnen we salvagen natuurlijk, want we hebben al een sterkere versie daarvan. Commander Rokana, dankjewel voor die follow en welkom bij de stream. Nine artifact damage per second. Plus one soul gathering. Requires souls. Who come on souls? Fires a high-powered beam that continuously damages mobs. Oké, dat kan nog wel voor de pas komen. Even kijken, ik heb nog één enchantment over. Het is jammer dat deze niet meelevelt zo snel. Die was echt wel heel nice. 20 tot 61, ja, 13 keer 5, ja, nee. Dat gaat hem niet worden voor mij. Maar wellicht als we een cutlass kopen? Nee. Laten we anders kijken bij deze papi. Fireworks arrow, maar die hebben ook al veel. Ook gewoon exact dezelfde dingen. Ah, het ziet er vet uit, maar ik kan er niks mee. Even kijken wat die creepy crypt nou nog is. Recommended power 10. Laten we het gewoon proberen. Tot hoever mag je dit streamen? Geen idee. Echt geen idee. Wat is HOTS? Heb ik iets gemist? Wat is HOTS? Heroes of the Storm? Ah, oké. Heroes of the Storm. Heb ik ook nog nooit gespeeld. Oké. Ik word nu al mob. Gewoon letterlijk. Ik kom net de fucking dungeon binnen. Chill the fuck out, man. Oh, Jesus. Ik probeer van ze weg te rennen en ik kom alleen maar bij meer. We lopen nog verkeerd ook. De creepy crypt. Oké, ik ben nu wel allemaal souls aan het verzamelen, zie ik. Die gaan we straks gebruiken bij een tough enemy. Ah, are you kidding me? Nee, je sterft dus niet als je door een gat valt, maar er gaat wel wat dingen vanaf, zag ik. Oh my god. Ik zit er vast, ik zit er vast. Oh shit. Souls. Even kijken, we moeten wel deze kant op. Ja. Oké, we lopen de goede kant op. Die tegels die gewoon inzakken, zag je dat? Lopen we nu de goede kant op? Ik denk het niet, hè? Ja, jawel. Zeker wel. De tijd dat Blizzard nog iets betekende. Maar met World of Warcraft gaat dat toch goed? Of is dat ook heel snel minder aan het worden? Toch altijd dat iedereen wel helemaal lijp ging op World of Warcraft. Ah, jongens. Jongens, hoe komen we daar? Dat is die question, hè? Kun je hier iets losmaken? Ramon, dankjewel voor die follow. Welkom bij de stream. Even kijken. Kijk. Je moet hier toch deze kant op kunnen? Au, jezus. Zit hier gewoon een switch midden in... Wat een schele motherfucker ben ik ook af en toe, zeg. Dat is echt verschrikkelijk. Iets verder kijken dan je neus lang is. Dus kan geen kwaad af en toe. Oh.
Die wil ik wel hebben. Want dat was een level 13 zwaard. En ik heb een level 7 zwaard. Dan gaan we deze salvage. Krijg ik als het goed is de... Ja! Nee, krijg ik er maar 2 enchantments voor terug. Maar doen we het gewoon zo. Kijk, 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 kijk. Nu gaat het lekker. Niet weer die dynamiet zo achterloos weggooien. The force is strong in this one. Gaat al downhill sinds Pandaria. Pandaria, maar dat is toch heel lang geleden. Volgens mij zat ik toen nog niet eens bij Gankings. Oh shit. Is dat nou dit zwaard? Oh, gooi toch weer dat dynamiet per ongeluk weg, hè. King Browser, dankjewel voor die follow. En welkom bij de stream. Ik ga heel eerlijk met jullie zijn, jongens. Ik vind het veel leuker dan dat ik in eerste instantie had verwacht. Ik zie mezelf wel wat dungeons raiden met vrienden op zaterdagavond. Dan een extreem hoge moeilijkheidsgraad natuurlijk. Die toxic wolken denk ik vandaan. Voel je meer hype voor de Xbox Series X of juist voor de PS5? Ik weet het nog niet. Ik weet de launch games van beide nog niet. En ja, Halo Infinite is wel een game waar ik enorm naar uitkijk. Maar ja, to be fair, weet je, die kan ik ook op PC spelen. En dat is een beetje het probleem natuurlijk met de Xbox Series X. Maar ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik denk dat de PS5 extreem moeilijk te verkrijgen gaat zijn. Maar ja, weet je, ik laat me graag verrassen. Laten we het daarop houden. Ja, er zijn nu überhaupt mensen die deze stream nu aan het kijken zijn. En zoiets hebben van, oh, dit verrast me trouwens best wel in de positieve zin. Dit wil ik op zich nog wel gaan checken. Xbox Game Pass, hè, jongens. Over 3 dagen, 2 dagen. Wat was het? Oh my god. Ah, nee, net te laat. Ik heb nog 2 lives left. Oké, dus je krijgt 3 levens. Oh, maar ik wilde net die potion gebruiken en net te lang gewacht. Ik zie, je moet niet stoer doen. Gewoon de potion gebruiken wanneer je denkt dat je het nodig hebt en niet tot het maximale uitstellen. Oké, leave the crypts. Volgens mij zijn we er al dan, als je zegt leave the crypts. Oeh. Ja. Hey. Oh my god. Oh shit, we lopen ook nog eens de verkeerde kant op. Ah, nee! We moeten deze kant op. Weg. Oh my god. Oh shit. Oh, we lopen weer verkeerd. In de paniek loop je echt de verkeerde kant op iedere keer. Althans, ik doe dat. Ik ga niet jullie hier de schuld van geven. Rated Varus Nox, dankjewel voor die follow. Oh. Ja. Hier, piggy. Deze wil ik zeker weten wel hebben. Had hij nou iets vets? Nee, hè? Helemaal niks vet. Ah, god. Ik gooi toch weer die TNT per ongeluk weg, hè? Omdat hetzelfde is als arrow schieten, namelijk qua action.
Oh, we moeten even die supermove proberen. Fuck it. Oh shit, die had ik echt veel eerder moeten gaan gebruiken. Ja, toch een waardig einde denk ik zo van deze Leave the Crypt. Kijk, dat bedoel ik. Fire the laser! Leave the creepy crypt. Nou, dat hebben we toch net gedaan? Of moeten we nog iets verder lopen dan? Ah, dit was een leuke missie. Ik begreep alleen nog niet helemaal wat de climax nou was van deze dungeon, maar... Oh, we zijn er gewoon nog niet, hoor. Of wel? Oh, shit. Ik dacht dat ik er was, joh. Oh. Al die pijlen. I gather souls. Je ziet echt al die spookjes ook op me afgaan. Dat is een ziel. Dat is wel een beetje duister voor een Minecraft game, wat mij betreft. Soul gatherer. Ja, dinsdag te spelen met Game Pass, jongens. Op zowel Xbox als PC. Ik speel hem nu op PC. Hoeveel souls heb je nodig om dit ding te chargen? Oh, het staat hieronder een balkje. Kijk, zie je dat? Naast mijn level 11 zit er links daarvan nog een balkje. En daar zie je een aantal souls die je moet verzamelen om die move te kunnen gebruiken. Een schaap heeft geen ziel, zie je dat? Ik kan het doodmaken, maar er komt geen ziel uit. Geurstokje, dankjewel voor jouw Twitch Prime sub. Appreciate the support en thanks. Welkom. Victory! Traveling to camp. Koos GK. 63 arrows hit. 21% van de kistjes geopend. Dat is wel schrikbarend laag, moet ik zeggen. Damage taken 709, mobs defeated 64%, projectiles hit 87%. Dat is denk ik nog wel hoog. Maar ja, dit daagt me wel uit om nog een keertje terug te gaan en veel meer kisten te openen. Leuker geworden en veel uitdagender, pannenkoek. Echt veel uitdagender. Kijk, de Boots of Swiftness. Boots, blessed with enchantments to allow for swift movements, useful in uncertain times such as these. Okay, even kijken. Kan je ook specifiek boots aantrekken dan? Of is het... Oh, nee, het moet ten koste van een van die dingen gaan. En ik denk niet dat ik dat wil hebben. Nee, dat wil ik niet hebben. We gaan wel een aantal dingen weggooien. Waarom is deze rare? Omdat die... Hij heeft ook minder enchantments dan die van 13. Salvage. Nee, daar hebben we ook niks aan. Ik wil wel nieuwe armor eigenlijk. To be honest with you. Ik wou dat ik deze kon upgraden. Je kan ze niet upgraden, hè? Dat is echt jammer. Het is echt jammer, want dat was echt een heel fijn pijl en boogje. Ja, het is verrassend leuk. Ja, nog een light verder. Rot op, man. Je geeft me alleen maar troep. Ik koop nooit meer wat bij je. Een trick bow. A sleek bow that seems to never miss its target. Nou, ik denk dat we die gaan equippen. Dat is iets wat ik nodig had. Kijk, krijgen we weer wat enchantments terug. Oh, vet! Dus deze spawns a circular area that heals all allies within it. Dat is een hele goeie als je met je matties gaat spelen. Daarom, er zitten best wel leuke, diepere gameplay lagen in die vooral teamwork. Dat heb ik wel gezien, die vooral teamwork heel veel bevoordelen. Maar wel heel dope. Heel tof dat het erin zit. Ik snap alleen nog niet zo heel goed wat nou het verschil is tussen blacksmith. Random piece of gear appropriate to your level. En the wandering trader. Get a random artifact. Oh, dat is altijd artifacts. Oké, ja, I got it. Dus als ik een nieuw zwaardje wil of iets dergelijks, dan moeten we bij hem zijn.
The soul knife. A ceremonial knife that uses magical energy to hold the wrath of souls in its blade. Klinkt als iets wat ik moet hebben. Kijk, de soul blade. Een soul knife. Ze hadden het wel beter een soul blade kunnen noemen. Het klinkt vetter namelijk. Geen enchantments, dat is wel kloten. Hier, maar kijk dan. Denk je dat Jelle deze game gaat checken? Nee, zeker weten niet. Komen er nog meer villagers in de hub zoals Blacksmith? Nou, die kans bestaat wel, want eerst hadden we alleen de Blacksmith. En nu was die Wandering Trader erbij gekomen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat dat... dat gebeurde binnen een uurtje spelen. Dat er zeker nog wel wat meer villagers gaan bijkomen. Hier hebben we een training area. Kijk, 58 damage. Dus het doet wel lekker damage. Hij is alleen wel traag. En dit is dus een soort van de overworld dan of zo. Kijk, daar valt ook nog steeds genoeg te ontdekken. Dus ook hier zijn we zeker nog niet klaar. Even kijken. Moeten we gewoon via het water? Oké, volgens mij ben ik iets heel doms aan het doen. Voor het maken van ribbelships. Ja, ik ben een fan van ribbelships, jongens. Ik weet dat niet iedereen in ribbelships gelooft. Maar ik weet niet hoe je een ribbelships ontkenner kan zijn. Ribbelships is echt vele malen lekkerder dan normale chips. De ribbels maken een verschil. En als je dat niet zo bent, als je daar niet zo over denkt, dan ben je ongetwijfeld ook een flat earther of iets dergelijks. Even kijken wat hier nog meer is. Wat zal er gebeuren als we een schapie... Kijk, hier, dat bedoel ik. We hebben een heel kasteel straks. Je gaat zoveel meer mensen in je village hier krijgen. Dat kan niet anders. Heinz tomatenketchup. Oeh, die is... Oh, nu heb ik daar heel erg zin in. We hadden hier niet over moeten hebben. Ik heb gisteren in mijn eentje echt een gigantische zak ribbelchips opgevreten. Was een beetje dom. Was een beetje dom. Was ook absoluut niet de bedoeling. Dat was zo'n zak waarvan ik dacht van... Ja, daar ga ik wel de hele week mee vooruit kunnen. En dan gisteravond... Nope. Nope. De Deep Ridge aan de andere kant zijn wat minder. Ja, maar dat zijn een beetje van die AliExpress ribbelchips, man. Dus daar moet je ook absoluut niet mee... mee kloten. Ja. Ja, ik denk het wel, Mr. D's Nuts. Oh, het is MC D's Nuts, sorry. Ribbelchips is anders dan gewoon een chip. Niet per se beter. Ed, laten we deze discussie hier niet gaan opstarten. Doritos. Er zijn mensen die Doritos eten zonder daar een sausje bij te eten. Wie zijn jullie? En ben je trots op jezelf? Daar hoort een sausje bij. Hé, jongens. Ik ga er vandoor. Want ik heb afgesproken om 3 uur om met mijn broertje Star Wars Tradable Card Game te gaan spelen. Ik heb mijn Kylo Ren deck onaangepast. Ondanks dat ik de vorige keer heb verloren. Ik heb verloren op een technicality, heb ik het idee. Dus ik denk dat ik hem vanmiddag alsnog kan gaan terugpakken. Ik heb een vet deck samengesteld al een tijdje terug. En ik geloof erin. Dus daar moet je aan vasthouden. En hopelijk woep ik zijn ass in Star Wars Destiny. En dan zie ik jullie vanavond. Want vanavond om 8 uur is natuurlijk de GP van Monaco. En dat gaat weer ontzettend lijp worden. Het gaat zo lijp worden dat ik er zelfs aan zit te denken om de game in spectator mode van verslag te doen. Omdat het denk ik heel erg leuk is om naar te kijken. Maar GTST Monaco, ja, precies dat. Maar dat zien we vanavond wel. En voor nu ga ik even door, want ik zou 3 uur bij hem zijn. Het is nu al 3 uur, dus ik ben iets te lang doorgegaan eigenlijk. Maar dat heeft er gewoon simpelweg mee te maken dat deze game ook leuker is dan dat ik in eerste instantie had gedacht. Dus jongens, ik hoop jullie vanavond weer te zien. Bedankt voor het kijken. Super tof. En ook alle nieuwe mensen die misschien dankzij Minecraft hier op dit kanaal zijn gekomen. Welkom. Bedankt voor die follows ook allemaal. En voor de subs. Jullie zijn bazige bazen. En ik check jullie vanavond. Later!